Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over hoe je een vlek uit suède kan halen. Heel veel mensen zijn vaak bang om iets te doen aan suède, omdat het een delicatere stof is, zoals ik in mijn vorige video verteld. Het is zeker moeilijk om een vlek uit suède te krijgen, maar niet onmogelijk. En je kan hem zeker vervagen. Laten we beginnen met de meest lastige vlek, namelijk een olievlek of een vetvlek, die soms, vaak in de keuken oploopt. Voor het gemak heb ik hier eventjes een schaaltje olie staan en ga ik eventjes een vlek maken. Deze lichtgrijze suède schoen. Erger kan je hem eigenlijk niet hebben. Zoals je ziet heb ik een mooie vlek gemaakt. Precies in het zicht. En zal ik hem eventjes ook nog even indeppen. Om het idee te creëren dat hij al wat verder ingetrokken is. Wat je het beste kan doen bij een vetvlek is iets gebruiken wat ontvet. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan iets wat bijna 100% alcohol is. Dit kan je gewoon bij iedere drogist op de hoek van de straat kopen. Let wel goed op, want op zo'n flesje zit vaak een kinderslot, waardoor je iets harder moet duwen voordat de dop open gaat. Vervolgens pak je een schoon vaatdoekje en hier een hoekje van, wat je dan doordrenkt met de gedestilleerde alcohol. Vervolgens ga je enkel op de vlek te werk en dep je rustig de vetvlek aan tot je het idee hebt dat je hem volledig hebt bedekt. Nu is het een kwestie van even laten rusten en ondertussen zet ik mijn waterkoker aan. Als je de schoen gestoond hebt, zet je hem er eventjes neer. Pak je er een suède borsteltje bij en ga je de haartjes weer eventjes opruwen. Dat doe je altijd naar de veters, zeg maar zeggen, en de tong van de schoen toe. Het heeft sowieso allemaal tussendoor best wel wat tijd nodig. En daarnaast moet je ook ervan uitgaan, een vetvlek is zo'n hardnekkige vlek, dat je het zeker zal kunnen vervagen tot een hele grote hoogte, maar nooit helemaal weg zult krijgen. Zie hier het resultaat. Dus, bij een suède vlek ga je eerst de vlek deppen met gedestilleerde alcohol, 97% zo'n beetje. Dan zet je je waterkoker aan en ga je ze stomen. Vervolgens laat je ze rusten en wanneer ze helemaal droog zijn, pak je je suède borsteltje. En dan met name de kant met de rubberen pinnetjes. Je borstelt je schoenen netjes op en je zult zien dat de vlek al een heel stuk vervaagd is. Naast een vetvlek is het natuurlijk ook niet gek dat je tijdens een avondje stappen als je een keer je suède schoenen hebt aangetrokken. Sowieso niet een heel goed idee, maar goed, mocht een keer voorkomen. En er gaat bijvoorbeeld een colaatje over je schoenen heen. Wat doe je dan? Het beste wat je dan kan doen, laten we het eerst even nabootsen. De schoen gaat in de cola. Een behoorlijke vlek. Wat je dan het beste kan doen, is een spray zoals deze, de Carpon Complete Spray gebruiken. Het is een soort mousse, een beetje foamachtig, wat je aanbrengt op de voorkant, of in ieder geval op de plek. Maar zorg ook meteen dat je dan het hele suède gebied meepakt. En verzorgt. Je brengt het aan op een sponsje die erbij zit. Op de grijze laag. Spuit de mousse niet direct op de schoen, maar op de grijze laag. En begin dan de plek van het ongeval, om het maar even zo te noemen, te bewerken. Als je hem volledig hebt ingesmeerd, is het hetzelfde verhaal als altijd bij suède en vlekken. Weer even rust geven en laten drogen. Als je schoen weer helemaal droog is, dit kun je en voelen, maar ook zien. Vaak is die van kleur dan een stuk lichter dan wanneer je hem net behandeld hebt. Kan je eventueel nog voor kiezen, als de vlek nog zichtbaar is, om een depper te gebruiken. Zo met een depper kan je eigenlijk ervoor zorgen dat heel je suède laag weer helemaal één kleur wordt. Ik zal je laten zien, de depper die is niet volledig dekkend, maar vaak een vloeibaar laagje met een kleurtje erin. Belangrijk is wel echt dat je er zorgt dat de kleur van de depper het dichtst mogelijk bij de kleur van je suède komt. Zorg altijd dat als je de depper gebruikt, dat je alles meepakt van de schoen. Dus nu pak ik enkel het neusje omdat de rest van de schoen uit ander materiaal bestaat. Maar zou deze helemaal suède zijn, zou ik de hele schoen doen. En er ook meteen voor kiezen om de andere schoen te doen. Zodat het weer één geheel wordt. Ook hier zorg je weer voor dat je alles goed raakt met de depper. En kleurt de schoen in eerste instantie wat donkerder, niet schrikken. Dit zal ook na tijd van drogen weer mooi bijkleuren. Als je de hele schoen gedept hebt, op kleur gebracht hebt, dan is het weer een kwestie van laten rusten. Zoals je ziet, als je hem daarna weer eventjes gedroogd hebt, is het weer één egale suède schoen op de juiste kleur. Ik hoop dat je vandaag wat opgestoken bent. Dat jij je oude suède schoenen met een vlek erop weer uit de kast pakt. Ze niet als verloren ziet. Ze weer probeert op te frissen met deze tips en tricks. Foto's, filmpjes, alles is welkom. Ik zie het graag. En mocht je nog vragen hebben, laat dan ook vooral eventjes een comment of een vraag achter hieronder het filmpje. En dan komen wij zo snel mogelijk bij je terug. Bedankt voor het kijken.